Wie de beste tekening maakt, wint de prijs. Thomas, Creatjik en ik nemen het tegen elkaar op in de ultieme tekenwedstrijd. De prijzenpot bestaat uit meer dan 1000 euro. Maar loodjes bepalen met welke handicap je de prijs moet natekenen. Krijgt jouw tekening de meeste stemmen, dan win je de prijs. Wie gaat er met de meeste prijzen vandoor? Nou, wat een gezelligheid! Yay. Welkom! Zo leuk dat ik er ben! Nou, en ik? En Maris. Ik zit hier altijd. Ik ben heel erg zenuwachtig, want mochten jullie Maris nog niet kennen, dit is echt het creatieve talent van YouTube. Ja, het is echt zo talentvol. Maar kijk, wij hebben geen talent, dat weten jullie. Nee. Maar Maris heeft talent. Ja, nou. De druk. Ja, ik dacht er helemaal heet van. Maar om ons toch nog een kans te geven vandaag, hebben we natuurlijk weer de welbekende handicapballetjes. Oh, dit is altijd zo'n drama. We gaan eerst onze ogen dicht doen, want dan komt de prijs van de eerste ronde. In 3, 2, 1, kijk maar. Oh! Een waterpiuwpiuw. Wauw. Nou, dat had ik niet verwacht. Als je hem wint, mag je hem dan ook gebruiken? Tuurlijk! Meteen ook hier? Ja! Oh, leuk. Maar, hoe moet je hem tekenen? Ik neem deze. Maak het er nog uit? Nou ja, er zit ook wel iets anders in. Ik ga voor deze. Maak je bal maar open. Oh. Nee. Met een spiegelbril. Oh, maar dat vind ik helemaal niet erg. Nee. De stift niet optillen. Ik heb zonder kleur, maar dat maakt me helemaal niet uit. Wat is een spiegelbril? Dit is de spiegelbril. Doe maar eens op. Wat gebeurt er dan? Nou, kijk maar. Oh god. Ik zie ineens alles hier beneden. Ja, wat? Dat is heel handig. Dan kun je altijd lekker naar beneden kijken. Daar schijnt het licht inderdaad wel. We hebben 3 minuten de tijd en die starten in 3, 2, 1, go. Okay. Succes. Nou, ik begin gewoon met roze. Ik mag dus de stift niet optillen. Ik ga gewoon Maris namen. Nee, ik ga hem eventjes zo doen. Ja, ik mag dus geen kleur gebruiken, maar op zich vind ik dat helemaal niet erg. Jongens, dit is eigenlijk nog best goed te doen. Vind je? Ja, je vindt je eigen grap wel heel grappig. Even serieus, je tekening lukt echt vet goed. Willen jullie allemaal even stoppen met onhandig? Kijk hoe ik erbij zit. Maar jij hebt wel een voordeel, want jij kijkt deze in spiegelbeeld. Ja! Jij lukt hem zo goed. Ja, oh, jij ziet hem rechtop. Oh, want wij hebben het vet goed. Nee, dat is niet waar. Ik zie hem ook op z'n kop. Oh. Het gaat nog best goed voor dat ik mijn hand niet mag optillen. Is het raar dat ik misselijk word? Nee, dat heb ik ook vaak als ik bij jou in de buurt ben. Waar heb ik deze onaardigheid aan verdiend vandaag? Nou, we gaan hem nu eventjes inkleuren. Jongens, hebben jullie gezien hoe die heet? De Squirt Super! Echt? De Squirt Super! Hoe lang hebben we nog? Nog 1 minuut. Ja, ik denk dat ik het hier moet laten. Hij wordt alleen maar lelijker. 5, 4, 3, 2, 1 en stop! Oh, mag dit ding alsjeblieft af? Het is zo verschrikkelijk. Hoe is dat? Echt, ik ben zo misselijk. En hoe ziet je tekening uit? Nou, best leuk! Ja, ik wou net zeggen, hij is echt super goed gelukt. Kijk, het zijn 3 leuke guitige tekeningen. Oh, maar die ziet er zo goed uit. Ja. Wij bepalen helemaal niet wie het mooist heeft gedaan. Dat gaan jullie doen via Instagram. Dus ik ga een poll maken en dan zien we wie er heeft gewonnen. Tijd om te kijken naar de uitslag. Wie heeft ronde 1 gewonnen? In 3, 2, 1. Oh! Met 86%! Oh, nummer 3! Nee. Oh nee, oh dus nee. Dus ik mag hem. Ben je voor wereldvrede, dan leg je hem weg. Nee! Wat gebeurt er? Ik bewaar deze tot het eind van de video. Waar is hij heen gegaan? Nog nergens. Oh. Ze bewaart hem voor straks. Ik krijg hem straks. Oeh, gelukkig. Spannend. Hij sproeit ook. Hij is geautoriseerd. Ja, hij squirt. Nou, nu is het klaar. Ronde nummer 2. Heel kort eventjes tussendoor. Ik wil even persoonlijk hallo zeggen tegen de 2000 nieuwe abonnees van afgelopen week. Daar gaan we. Hallo. Wat een gezelligheid. Mocht je nou nog niet geabonneerd zijn, dit is het moment. Druk eventjes op die zwarte knop onder de video. En als je al abonnee bent, druk dan eventjes op het duimpje. Volgende ronde. Dit is de prijs. We hebben de Prime Drink. Nou, dit is denk ik het duurste drankje van Nederland ongeveer. Rond de 10 tot 15 euro voor een flesje, dus zo. Ik zal je best doen. Mag ik grabbelen? Oh, hij is weg. Tegelijk. Oh, geen handicap. Nee. Ja, maar dit kan niet. Verkeerde hand. Ik heb handboeien. Oh, maar daar ben je toch heel goed in? Wat squirten naar de handboeien, ja. Wat is dit voor video? Mevrouw.
Oh, dat was de sleutel. Die is weg. Kwijt. Oh nee. We hebben dus boeien, verkeerde hand en we niks. Hebben niks. We gaan beginnen in 3, 2, 1. Wat drinken we? Oh, go. Ja. Okay. Oh nee, gum. Oh, ik ga nu al fout. Ik heb niet eens een helpje. Oh, ik moet zeggen, dit is eigenlijk best wel een natuurlijke houding om in te tekenen. Oh, dit gaat nog best dit goed. Dit is best te doen. Het is echt heel leuk om gewoon even naar deze kant te kijken hoe nee. Het moet. Nee, ik ga even zo zitten. Ik krijg helemaal bibberhand van de spanning. Er is een geconcentreerde sfeer, merk ik, deze echt, ronde. Ja, maar ik heb dorst. Ja, ik ook. Ik wil hem echt winnen. Wat zijn jullie snel? Ja, joh. Ja, oh, jee, heel snel. Oh, ik loop vast. Ik ben eigenlijk klaar. Wat ik dan ga doen is altijd glitters eromheen tekenen. Die handboeien doen trouwens al zeer, hoor. Ja? Ja, ze beginnen nu wel echt strakker zetten? Nee! Ja, jij bent natuurlijk gewend net van dat fluff erop, weet je wel? Van die roze. Hoe weet je dat allemaal, Rutger? Ik probeer dit ook veel te mooi in te kleuren. We hebben nog maar 10 seconden. Maak je tekening af. De finishing touch. Ja, ik heb nog 5, 4, 3, 2, 1 en klaar. Ik ben best wel tevreden. Kijk hem. Heb dorst? Ik heb ook echt dorst. Ja. Hij is echt goed gelukt. Het zijn 3 leuke tekeningen. Die van jou is heel mooi. Laten we weer eventjes ons eigen oordeel achterwege houden. Want Instagram gaat het nu voor ons bepalen. Daar gaan we. In 3, 2, 1... Nummer 1, 90%. Nou, kijk eens. Nee, maar wat ben jij? Ik heb nee. Mag ik dan mijn hand? Heel bazig. Ja, maar de sleutel viel nee. Zeg jij dat heel bazig? En dan van nee, papa Rutger. Ik krijg hem niet open. Kom maar, ik sport tenminste. Kijk eens. Ik heb al die krachttraining voor gedaan. Oh, dit is zoet. Hoe vind je hem? Een 4. Oh, van de 5 of van de 10? Van de 10. Oh. Hij is heel zoet. Erg dankbaar. Leuk om dat te zien. Om het eens mee te maken in het echt hoe je bent. We gaan door naar de volgende ronde. En die is heel erg speciaal. Maar eerst moet Maris even haar sleutel zoeken. In 3, 2, 1. Kijk maar. Huh? Wat is dit? Oh. Een headset. Tijdens deze ronde hebben we hele bijzondere stiften. Hier zit namelijk onzichtbare inkt in. Je hebt dus geen idee wat je aan het tekenen bent. Totdat we aan het einde een blacklight erop zetten. Dan ligt je tekening ineens op. Kun je dat tussendoor niet doen met dit lampje hierop? Dat moet je zelf maar kijken. Oké, nee, is goed. Ik denk dat dit kan. Ik zou zeggen, de tijd start in 3, 2, 1, go. Oké. Het zijn hele kleine stiften. Echt een heel kleintje. Je ziet het echt niet. Oh, dit is heel moeilijk. Ik weet nu al niet meer wat ik heb getekend. Oh! Nee, dat mag niet. Oh, dat vroeg ik net. Oh! Wat mag nee, niet? Niet spieken. Oh, ik nee, ging dat ook vind spieken. Ik niet. Nee. Oh ja, nu weet ik wel helemaal niet meer waar ik was. Ja, ik doe maar gewoon wat. Want we zien gewoon letterlijk niks. Ik zie ook. Ik ga gewoon maar iets anders leuks maken. Ja, wat ik bedoel. Wat zijn we aan het doen? Ik heb geen idee. Beetje enger is het ook, hè? Kan ik het echt niet zien? Volgens mij had je hem zo, toch? Nee. Zo. Echt? Kan ik hem zo? Ja. Je ziet echt niks en ik kan van jou niet meer spieken, dus... Ik weet niet meer waar ik ben. Ik ook niet. Ik ben helemaal de kluts kwijt. We stoppen! Ik ben heel benieuwd wat het resultaat is. We hebben de kamer even iets donkerder gemaakt. Pak de lamp erbij. Hij is en al aan. Schijn op je tekening. Ik doe eerst die van jou. Oké. Okay. Ja. Wow. Je hebt er ook 2. Ja, ik vind hem best wel mooi voor iemand die het niet kon zien. Ja? Bedankt. En ook die streepjes. Nu die van Maris. Oeh. Oh, maar die is heel goed. Ja, maar ik heb natuurlijk wel een heel klein beetje vast. Op het begin. Ja, want ik wist niet, want ik vroeg het. Maar ik wist niet dat ik dat niet mocht zien. Dus dit stukje telt niet mee. Maar dit heb ik wel eerlijk gedaan. Ze gaat toch weer winnen. Het snoer haalt het net niet, dus die van Thomas hou ik even hierheen. Ook leuk. Nou, jullie hoeven niet per se aardig te doen. Oh, hoor, want wat ik weet mooi, dat niet... Thomas. Maar er staat wel stem op mij. Erg leuk. Bedankt. Je ziet wel dat het om dezelfde koptelefoon gaat. Ja. Maar wie gaat er winnen, dat gaan we nu door Instagram laten bepalen. De uitslag. We gaan kijken in 3, 2, 1. Ja. Nummer 1 met 80%. Dat ben jij weer. Nee, alsjeblieft. Nou, ja, dat mag ook wel dat je je zo voelt. Ja. Ik vind het helemaal niet leuk meer dit. Kijk, als ik tegen Rutger moet, maak ik nog kans. Maar nu dit is gewoon kansloos. Hoeveel rondes hebben we nog? Nog 2. Ja, dat is 2 keer verliezen. Oké, dan geef mij een dubbele. Echt? Is goed. Ja, let's go. Afgesproken. Maris, je hebt geluk, want dit is de iPad-ronde. We moeten op de iPad gaan tekenen, maar zonder pencil. Oftewel zonder pen, want die kun je winnen deze ronde. Oh. We moeten deze ronde een portret maken van de ander. En hier zitten onze namen
in, dus welke bal wil je? Ik hoop echt dat ik Maris mag tekenen. Ja, gaan we kijken? Oh. Ja. Wow. Rutger. Maris. Thomas. Oh, dit hoopte ik zo. Ik ga echt een kunstwerk voor je maken. Oh, dat nou, vind ik lief. Ik ben heel benieuwd naar de portretten. We hebben weer 3 minuten de tijd. Maar zonder pen. Zonder pen, nee. Met okay. Je vinger. Wat is dan een handicap op zich? Nou, daarom. De 3 minuten gaan nu in. Oh, oké. En wij hebben volgens mij geen idee hoe dit überhaupt werkt. Dus... Nee, deze app heb ik ook nog nooit gebruikt. Jij moet niet de hele tijd die kant op kijken. Weet ja, jij? Nee. Want dan teken ik je achterhoofd. Nou, die is het makkelijkst. Kan je ook kleuren doen? Of doen we gewoon een zwart-wit? Ja, in dat rondje. Oh, dit is moeilijk. Oh, dit is heel erg moeilijk. Ik vind het wel een hele leuke twist dit. Oh, dit is blauw. Oh nee, je hebt helemaal geen blauwe haar. Ik weet niet eens hoe ik de kleur verandert. Het blijft zwart. Rutger voel je absoluut niet beledigd zometeen. Die van jou is wel heel mooi. Dat komt door de vinger. Zo, kijk in die blonde plukjes. Ik vind het de leukste opdracht. Ja, dit vind ik ook erg leuk. Ik ben helemaal in mijn concentratie, want ik wil deze ronde winnen. Hoe maak je nou dikker? Dik? Gewoon. Dat. Yo, je bent mij aan het tekenen, hoor ik al. Hoe maak ik hem dikker? Ik bedoel de pen. Hoe maak je die pen dikker? Ja, dat weet ik toch allemaal niet? Nou, ik heb wel een beetje een zuur gezicht gemaakt. Ja, maar ik heb het ook heel warm. Daar komt het door. Dit is ook helemaal niet de goede kleur. Oh, we hebben nog maar 20 seconden. Maar jullie hebben ook helemaal mooi ingekleurd. Ja, oh, met shit. Airbrush. Oh, waar is airbrush? Geen idee. Waar is airbrush? Ik wil ook airbrush. Ik denk jullie hebben het stiekem geoefend. Nee, tuurlijk niet. Ja, wow. Ik heb die app net hele gedaan. Hele avond elkaar nagetekend hier, sowieso. Ik heb die app net gedaan. Oh, oh nee, ik wil ook kleuren. Waarom schrok? Oh, die van jullie zijn zo goed gelukt. Heb je die wenkbrauwen gezien? Ja, zo zag ze er in de jaren 90 uit bij mij. Echt? Ik zweer het, ja. Ik vind het wel, het make-up your mind gehalte is hoog. Ja, echt. Kijk, mijn blush en mijn make-up. Oh, dit wordt echt een spannende. Nee, maar... Ik denk het niet. Jawel. Tijd voor de super spannende uitslag. Wie gaat er met de Apple Pencil vandoor? We gaan kijken in 3, 2, 1. Nou, nee, dat is niet eerlijk. 75% weer voor jou. Geef hem maar, dan hebben we dat ook weer gehad, alsjeblieft. Maar je hebt die 2 handicaps nog te goed, dus die krijg je in de finale. Oh nee. Ik kijk hier heel erg naar uit. In 3, 2, 1. Kijken maar. Oh! Oh! Nu wil ik echt winnen. Ik wil winnen. Het is leuk voor jouw video, het is een drone. Het is wel heel tof. Maar jij krijgt nu 2 handicaps, want je hebt het zelf gezegd. Ja, ik doe het wel. Deze. Ja. Ik doe deze. En ik doe deze. Wat hebben we voor handicap? Oh nee. XL krijgt. Lange nagels. Bokshandschoenen. Oeh. Spiegelbril. Nou, die heb jij gepakt, hè? Jij gaat misselijk worden. Oh, dit wordt geweldig. En dan moeten we een drone tekenen. Weet je hoe moeilijk dit is? Het is heel lastig. Nou. Laten we de voorbereidingen treffen. Oh, die nagels. Wauw, zijn we er klaar voor? Ja, ik heb mijn krijt al. Iedereen zit in de startblokken. We hebben 3 minuten de tijd. De drone is 1000 euro, dus doe je best. Jongens, zijn jullie er klaar voor? Zeker, ik ga het nailen. Daar gaan we in 3, 2, 1. En de tijd is ingegaan. Okay. Waar zijn de stiften? Let's go. Oh, hier. Okay, die heb ik allemaal afgepakt. Hoe teken je een drone? Mijn pen haalt het gewoon niet eens, het papier. Oh, de spanning stijgt, jongens. Hoe ziet dit eruit? Ik weet echt niet hoe dit moet. Hij lijkt een beetje op een kikker. Ja, oh, cool, ja. Dat vind ik ook. Nee, dan kan ik het tekenen. Nou, weet je wat? Ik heb de drone al af, dus ik ga gewoon de controle maken. Nee, maar jij was zo snel. Ik weet even niet. Ik heb een hele error. Die nagels zijn echt vreselijk. Oh, Maris, hou op. Hou op met 2 handicaps. Nee, ze is toch steeds goed? Nee. Het is net 3D. Waarom doen wij dit soort dingen? Ja, ik stop gewoon, denk ik. Nee. Moeten we nu medelijden hebben? Kan die dingen... Oh, er valt een nagel. Oei, opnieuw. Nou jongens, nog 33 seconden. Jouw nagels liggen helemaal op mijn tekening inmiddels. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Nou eerlijk, die van jou is heel mooi geworden. Wacht, ik hou hem vast. Ik vind het weer zo belachelijk hoe mooi jouw tekening is. Nee, echt? Ja. Ja, hij is echt heel mooi. Maar laten we gaan kijken wie er heeft gewonnen. Tijd voor de uitslag. Ik ben heel benieuwd. Het zou leuk zijn als Maris een keer niet wint. Ja. We gaan kijken in 3, 2, 1. Nummer 2! Nee! Ja! Maris, ja! Kom op! Ja! Echt, heb ik gewonnen! Yeah! Box.
45%, 43%. Eindelijk. Ja, maar... is toch wel goed voor mijn zelfvertrouwen dit. Ik werd er gewoon stil van de teleurstelling op de video. Ik snap het, ik ook. Ik heb dus niks gewonnen vandaag, maar ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Geef even een duimpje omhoog. Check natuurlijk ook het kanaal van Maris. Creatchick staat in het eindscherm en ook het kanaal van Thomas. Jullie kunnen daar nog veel meer video's zien. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik vond het heel leuk. Heel leuk. Maar nu niet meer met Maris dit. Dit was wel de laatste keer. Oké, volgende keer ga ik in Dino pakken. Oh, dat is goed. Jij mag nog één ding doen. Jij mag nog squirten. Tot de volgende keer! Die iPads liggen hier. Oh, nee.